Hij heeft die RPG, man. Ik hoor hem al reloaden. Grappenmaker. Doei. Got him. Dat was een hele zieke edit, man. Dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Room. In deze video, jongens, gaan wij een keertje met de Raptor skin spelen. Ik dacht van, weet je, een keer wat anders dan de normale video's. En deze skin op zich, hij is niet rare. Het is, ja, je ziet hem niet heel vaak, maar het is gewoon geen rare skin, zeg maar. Iedereen heeft het, volgens mij, in ieder geval heel veel mensen hebben hem. En ik dacht van, weet je, het was altijd wel mijn lievelingsskin geweest. Dus fuck it, we gaan nog een keer, zo mijn stem, een keer mee spelen. En ik hoop dat we dit potje tot een goed einde kunnen brengen. Ik zie hier een blauwe AR. Ik hoop dat ik ben niet de eerste. Oké, dan gaan we gelijk hier weg. Doei. Oké, dan ga ik hier landen bij de bandages. Bandages, kom op. Breng me geluk. Ik zie daar een blauwe pump. Dat is al een geluksdingetje waardig. Dat is één headshot. Dat is een hit. En je bent dood. Dankjewel. Hij had ook een blauwe pump. Hij had niet geschoten. Dus geef mij dat maar. Dan heb ik lekker weer wat meer kogels in de broekzak. Oké, dat is de eerste kill in de pocket. Chill. Dat is mooi. Dat is een lekker begin. Alleen met één blauwe pump gaan we er niet echt komen. Dus ik heb even wat betere loot nodig. En dit is een grijze bus. Wow, wat je echt wel hebben, zeg maar. Tjonge, jongen. Oké, dan moeten we maar hiermee gaan doen. Kom op. Kistje, ik vertrouw in je. Oké, dankjewel. Ah, kijk, zie je? Soms moet je dat gewoon zeggen. Kistje, ik vertrouw in je. En dan bots, krijg je iets goed. Kistje, ik vertrouw in je. Oké, dat is iets min. Nee, trouwens, niet eens. Hoppakee, dankjewel, hoor. Hoppakee, die bus is gelijk de hoek in gegooid. Ik weet niet, man. Ik heb echt niks met die bus. Wat een prutwapen is dat. Ik zweer. Ik vind dat echt het meest mislukte wapen in dit hele spel, man. Oké, daar word je echt bonjourd, gek. Oké, dankjewel. Veel shotgun, man. Wow, yo, gek. Alright, oké, ik ga pushen. We hebben chillen close. Oh, ik kan niet eens springen. Quarter weapons, dus dat is fijn. Die trouwens zelfs een groene normale AR. Ik hoor een ijstrap. Oh my god. Hij zit daar binnen. Wat zit... Hè? Zo, I guess. Ik ga gewoon weer hier naar binnen. Oh, lol. Edit het. Hij gaat het editen. Dat dacht ik al. Dank je, Sean. Ik wist dat hij dat ging doen namelijk. Oké, chill. Lekker. Oh, die wil ik hebben. Oké, ik ga gelijk die rift gebruiken. Gewoon gelijk weer door naar de volgende enemies. 2 kills in de broekzak. Dat is een heerlijk begin. Oké, hier glijden 2 man. Oh, dit wordt interessant. 3 man hier. Hallo jongens. Oké, wie landt er eerst? School troopers daar. Oké, alright. Die gaat daarop landen. Dat zou ik ook doen. Die guy heeft er wat moeite mee. Hij heeft shield. Verdorie. Ik heb geen shield, man. Dat is echt kut. Hij heeft een kill. Hij heeft een kill. Oh god. En hij heeft bijna nog een kill. Ik gooi nades. Heel veel nades. Beter killen die hem. Ik word ook nog gesniped. Dat was lekker. Oh! Hij is gesniped. Oh my god. Die guy is goed, denk ik. Van waar de hel zit die sniper eigenlijk? Ik zie hem niet. Dit is een plantje. Ik zie die sniper. Oké, hij zit daar. Woe! Doei! Doei, 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 doei. Dat ga ik niet eens challengen, ouwe. Geef mij die... Dank u wel. Hij zit in die Port of Fortress. Dus dat, dat weten we in ieder geval. Hoppakee, even een medkitje mee. Oké, chill. Hoe gaan we dit doen? Wat is een goede tactiek? Ik moet eerst hier even inkomen. Zo, hoppakee. Jezus, wat moeilijk dit. Oké, laat me heel even eerst die medkit. Oké. Ik wil even sniper. Hij is best wel behoorlijk goed met dat ding, want hij raakte die guy echt fucking mooi. Ik heb geen long... Ja, ik heb een AR. En dat is niet heel erg bepaald sterk tegen een... hoe heet zo'n ding? Tegen een sniper. Dus ja, dit wordt een dingetje. Dit wordt echt een dingetje. Maar ik denk dat... Oké, hij is eruit. Je ziet hem. Hij loopt... Oké, shit. Sorry. Wat gaan we doen? Even eerst wat mesh farmen. Alright, hij is aan het fighten met iemand. Oké, ik ga mengen. Neem zo'n ghost ding in. Oké, en let's go. Wij gaan mengen. Kom maar hier, vriend. Let's go. Boehoe! Wat de hel deed ik hier net? Dat geluid ook van mij. Boehoe! Let's go. Chill. Got him, man. Ah ja, kom maar bij papa. Nice, jongen. Heavy sniper. Hoe lekker is dat om dat mee te nemen? Chill. Let's go, ouwe. 3 kills in de broekzak. Dit ging nog best wel
kantje wordt, zou ik maar zeggen. Maar hey, we hebben het overleefd, man. Dat is fijn. Chill, heel. Oh my god. Ik ben echt blij dat ik hier echt op het perfecte moment kwam. Want ik had totaal niet door dat ik daar ook was gaan komen mengen. Dus dit is fijn, man. Chill, let's get it. Ouwe, oké. 30 man hier mee, dat is niet heel veel mensen. Maar hey, het is toch nog wel hopelijk voldoende om een lekkere kill. Oh shit, aantal te krijgen. Volgens mij heeft die guy nog niet geloot, of wel? Jawel, fuck it. Oké, dan gaan we weg. Let's go. Op naar de Caesar, zou ik maar zeggen. Ik heb, mijn god, geen idee of er nog mensen hier zijn in Rietel. Ik denk het niet, maar wees altijd op je hoede. Je weet maar nooit. Zou ze zo laat komen als je die niet echt met fights bemoeit hier te bonjouren. Alright. Oké, ik heb best wel redelijk veel hout. Het kan wel wat meer. Maar ik heb ook alleen maar hout. En dat is wel een dingetje. Dus ik ga even die pellets daar nog even hakken. En dan zetten we koers op naar de Caesar. Want het is niet heel ver, maar het is wel even nog een stukje lopen. Dat moeten we wel even gaan doen nu. Dat lijkt me wel slim. Oeh, die blauwe punt moet ik even mee. Dank u wel, dat duurde even een tijdje. Alright, alles is gereload, dus let's go to the safe zone. Helaas heb ik hier geen quad zien. Of spant hij überhaupt hier wel een quad? Ik weet het niet eens. In ieder geval, we moeten alles met de benenwagen doen. En ik hoor allemaal mensen richten. Die komen allemaal een beetje mijn kant op. Dus dat is aan de ene kant wel chill, man. We kunnen hopelijk wat fights zo meteen gaan opzoeken. Trouwens, deze pick, ik zie hier bijna nooit iets. Ik dacht van nooit ergens. Dus ik dacht van, hey, we zetten een keer de spiky, zo heet hij volgens mij, de spiky pickaxe aan. Ik dacht van, een keer wat origineels, een keer wat anders. Dus ik dacht van, ai, chill. Hij ziet er op zich ook best wel gaaf uit. Ja, dus ik dacht van, je ziet hem niet zo vaak. Zetten we dat ding mooi eens even aan. Ai, we zitten al bij de safe zone. Dus hey, alles gaat gewoon helemaal prima, zeggen we dan. Gewoon chillen wapens, dus dit is helemaal chill. Ik ga denk ik daar even een quad jatten. Om even een beetje wat enemies tegen te komen. Kunnen we even toch wat sneller bewegen, though. Alright, ik denk niet dat er heel veel mensen hier echt lopen. Misschien bij Dusty. Maar ik denk hier achter mij zit wel echt doodstil. Ik denk ook hier zo ook wel. Shit, man. Dat is altijd een beetje de dode moment in de game. Vooral in solos heb je dat heel vaak namelijk. Oh, wow. Ik schrok me de pleuris. Echt serieus. Waarom deed hij dat trouwens? Oh god. Ik wil mijn sniper reloaden, maar dat mag niet. Mag ik het nu wel doen dan? AB, laat mij even reloaden. Oké, lekker. Nee, ik heb jou laten reloaden. Dankjewel. Dan laat je mij ook even reloaden. Hij liet mij reloaden, though, dus dat was wel aardig. Chill. Nou, hey, we hebben toch weer een killetje in de broekzak. Dankjewel. Een turret erbij, dat is altijd fijn. Nou, alright, chill. Ja, wel raar dat die guy zo random op die caravan schoot. Of hij zag mij, maar ik zat totaal niet in die caravan zijn buurt. Nou, hey, in ieder geval een kill erbij. 4 kills, dat is mooi. Maar we gaan natuurlijk voor de 10 altijd. Dus we moeten nog 6 kills maken, man. Dat is gewoon meer dan wat we nu in de hele game hebben gemaakt tot nu toe. Oeh, daar zie ik ook wel. Oké, ik hoor daar schoten en daar zie ik iemand. Wat is handig. Hij gaat me nu snipen. Dus ik ga heel even hier achter zitten. Niemand in mijn rug ergens. Dat is ook nog een dingetje. Kut, sorry. Ik wil eerst even weten waar hun zitten. Ja, hij snipt mij ook. Oké, ik zie niet 1, 2, 3 deze mannen. Dan ga ik eerst even daarheen. Alright. Hij gaat ook bouwen. Dit is een dingetje, man. Hoe gaat hij spelen? Ik weet niet hoe goed hij namelijk is. Hij gaat mij snipen. Oh, of niet? Oké, toch wel. Ik moet hem even een kogel zien te werpen. Ik moet even die sniper reloaden. Dat is het kut. Dat is het enige kut aan dit wapen natuurlijk. Dat je zo lang moet reloaden. Ik zie nog steeds niet echt mensen daar, oh man. Dat was niet zo slim. Eerder bouwen, bro. Je, nooit, jongens. Echt, serieus. Doe het nooit. Ik geef een tip met jullie mee. Ga nooit in een straight line naar iemand toe pushen. Dat is het domste wat je kan doen. Echt waar. Deze guy. Lekker bezig, pik. Oké, daar bovenop zit er volgens mij één. Ik denk daar dus. Alright, gaan we een beetje pushen. Oké, 5 kills. We zitten op de helft van de 10. Er zijn nog 12 man naast mij over. Dus ey, dit kan nog wel gewoon lukken. Ik heb een launch pad. Zou ik die gewoon gebruiken dan? Of zal ik hem houden? Ik denk dat houden wel even. Nee, ik kan niet wachten. Ik moet pushen. I want some kills, man. Oh, what the fuck. Hij heeft de kill. Oké, nu gaat hij mij schieten. Helaas, mis. Die ook. Alright, hij bouwt zich helemaal in. Hij heeft die RPG, man. Ik hoor hem al reloaden. Grappenmaker. Doei. Got him. Dat was een hele zieke edit trouwens. Ja, hij heeft fucking gekke loot. Die wil ik mee. Kijk hoeveel legendary spul we nu hebben, man. Why, yo, doe normaal. Chill, let's go. Dat was een gekke kill, man. GG. Raptor skin, I love it. Echt een chill ding. Alright, hij heeft niet. Hè? Hij heeft niet. Hier ligt geen loot, man. Oké, ga dan. Ik dacht dat hij iemand hier had gekillt. Het zal wel.
Ik moet in ieder geval wel een behoorlijk stuk gaan lopen. Kutzooi, man. Oké, hopen maar dat hier iets van een launchpad in gaat zitten. Oké, of heals. Kutzooi, dat is wel een dingetje. Ik moet de minis droppen als hier heals in liggen, man. Een medkit of zo. Oké, kan een vuurtje. Oeh, twee. Nee, oké, let's go. Door. Oké, weet je wat we gewoon gaan doen? Ik heb geen ice traps. Nee, shit, sorry, dat is wel minder. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon naar die quad span daartoe, want ik zie daar een quad. En dan hoop ik dat we daardoor gewoon safe zitten. We hebben een kampvuur, dus een beetje damage kunnen we wel vangen. Maar het is natuurlijk niet chill dat je storm in de nek hebt zitten. Dus dat is wat minder. Ik moet trouwens nog 4 kills maken. Daar hebben we de 10 kills gehaald. Dus dat is mooi. Zitten daar ook lekker close bij. Dus dat is wel heerlijk. Zuiver, zeggen we dan. Zuiver. Oké, even zien. Het is behoorlijk rustig hier bij mij. Waarschijnlijk zit iedereen al in de storm te chillen. En moet ik daar nog helemaal heen? Wat is handig? Via de rechts omheen. Ja, oké, we gaan via rechts. Dus maar ja, ik kan niet door het water rijden met dit ding. Dat wordt hem denk ik niet. Let's go. Gaz. Oké, op naar de C-zone. Even tempootje erin gooien. Ik hoop niet dat ik iemand tegenkom die goed kan snipen. Want dan gaat hij mij eraf snipen. 100%. Dus hou je ogen open, Dylan. Oké, we zijn veel sneller dan de storm. Oké, dit is lekker. Ik zie daar iemand lopen, man. Alright, wat gaan we doen? Hij heeft mij gezien of gehoord. Zit achter die boom. Hij ging me snipen, ik zag het wel. Zo, die delay. Wow, ouwe. Er zat me toch een delay in dat schot? Holy shit. Hi, vriend. Hoe is die broer? Gozer. Bro, je moet rennen, gast. Dank u. Ah, nog een kampvuur. Chill. Neem me niet mee. Die. Hoppakee. Dank u wel. En de rockets natuurlijk. Chill. Dat is een kill. Ja, ik dacht van, weet je, ik kan wel de storm uit gaan rennen, maar ik blijf er gewoon lekker in zitten. Want we hebben als het goed is een kampvuur. Dus dan redden we het gewoon. Easy peasy, lemon squeezy. Kampvuurtje. Hoppakee. En dan gaan we even hier alles weer reloaden. Chill. Alright. Nog, volgens mij zag ik daar iets vaas gesloopt worden. Ik weet het niet zeker. Ik zag het net iets te laat, weet je wel. Volgens mij achter die heuvel hier. Oké, ik ga gewoon zo meteen kijken. Je weet maar nooit. Alright, daar is ook wel loot. Ik denk dat hier iemand zit, man. Het zal echt goud zijn. Dat zag ik hem echt net. Gewoon omdat hij die bomen hakte. Volgens mij zit hier iemand. Ik hoop het echt. Anders ben ik echt dom. Hallo? Nee. Hier toevallig. Oh, shit, ouwe. Ik dacht echt dat ik iemand zag hier, man. Oké, ik ben of... Ik zie spoken waarschijnlijk. Sorry, jongens. Dat was een geintje. Een prank, zeggen we dan. Oh my god. Wat is daar gebouwd, jongen? Oké, ja, ik denk niet dat hier meer een rift zit, dus dat is wel jammer. Ik ga gewoon weer de C-zone in. Ik moet de hele tijd wel gaan lopen door die C-zone steeds. Dat is wel minder. Alright, die zit er. Hij heeft nog shield, dat is wel kut. Hij heeft een kill gemaakt daar. Even die sniper weer reloaden, duurt altijd zo lang. Oké, fuck it. Ik ga gewoon naar de C-zone doen. Fuck deze guy. Ik hoop niet dat hij me raakt. Er zijn geen 200 HP. Dat is wel een dingetje. Wat, ik heb dit ding nog niet gereload? Oké, hij moet een beetje naar mij toe. Dus op zich kan ik hem wel hier een beetje onderscheppen. Ik ga eerst even een stukje lopen. Ik moet eigenlijk nu... Ik hoop echt niet dat hij... Oh shit, ik hoor daar ook een sniper. Oké, die zit er... Volgens mij zit die guy te healen daar. Alright, ik heb een beetje... Wat is handig? Ik heb op zich best wel veel mes. Ik kan deze berg opgaan, maar is het slim? Dat is het ding. Want ja, ik ga sowieso echt veel daarvoor nodig hebben. Er zit daar een guy boven. En als hij bijvoorbeeld weer mes heeft, dan kan ik op zich het wel doen. Ik ga het gewoon doen. Fuck it. Let's go. Beetje risico kan geen kwaad natuurlijk. Oké, let's go. Dan gaan we bouwen. Ik hoop niet dat die guy me nog steeds gaat snijden, want daar ben ik echt bang voor. Oké, even dit aan de muur. Dank u wel. Chill. Deze guy zit namelijk hier. Volgens mij heeft hij niet echt mij door. Dus dit is wel zuiver om hem te pushen nu. Ik hoop niet dat hij mij ziet. Ik weet... Hij heeft me echt totaal niet doorhouden. Dit is fucking perfect, ouwe. Dit is echt perfect. Ik doe gewoon dit. Waar je het, bro? Hij zit helemaal in die toren. Even. Sorry, ik had even jeuk aan mijn knokkels. Ik werd ook weer gesnijd vanaf ergens beneden. Wat is slim om te doen? Hij zit in die toren. Thank you.
Hij bouwt zich de hele tijd in. Oh mijn god. Zo hinderlijk. Oh my god. Dit was niet de bedoeling. Dit was... Ik kan ook... Oh my god, het lagt echt moke erg. Oké, dit ging bijna fout. Hij kon hier een trap plaatsen, dan was ik alsnog de lul geweest. Oh my god. Ik zat te dichtbij op zijn gebouwde geneuzel. Dat was totaal niet de bedoeling. Ik wist dat hij mij dan ging trappen. Oké, ik ga wel even langzaam een beetje naar beneden toe. Ik heb helemaal geen hout meer, dus dat is wel een dingetje. Alright, maar we hebben hem in ieder geval. Jongen, jongen, dit was echt kut gewoon. Alright, hij ligt... Daar ligt... Jongen, nu heeft hij die gekke high ground daar. Kan ik hier ook wat bouwen? Dank u wel. Jongen, jongen. Ik weet niet wat het is, maar het lagt een beetje, man. De game. Dat is niet fijn. Oké, chill. Heeft hij veel? Ja, hij... Chill, lekker. Je ziet hem. Jongen, hoe sterk is dat ding op structures geworden, man? Ik weet niet eens wat ik aan het doen ben, man. Ik heb hem gehit, volgens mij. Gek. Oké, de Caesar komt ook eraan. Oké, ik heb best wel veel mes verneukt nu. Nee, 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 nee. Doe het dan niet. Alles behalve dat. Nee, oh god. Beetje de faggot uithangen met de RPG, hoor. Ik zit hier perfect, hoor. Kom maar door. Ik moet zo meteen gaan pushen, 100%. Kom op, Garak. Oh, wat? Au, 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 au. Laatste rocket. Even één mini nemen. Nog eentje misschien. Chill. Ik heb weinig match, jongens. Holy shit, gek. Oh my god, dit was ook de laatste dat ik niet... Oké, wacht. Dit is zo goud. Hey, hey, hey. Goud, joh. Oh my god. GG, 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 jongens. Deze game was insane spannend, jongens. Holy shit. Dit was echt een... Echt op zo'n stukje en ik was gewoon dood geweest. Ik had namelijk helemaal bijna geen match meer. Nou, helemaal bijna geen... Je snapt wat ik bedoel. We waren best wel close to the death, zou ik maar zeggen. 9 kills, helaas net geen 10 gehaald natuurlijk, jongens. Maar dit was wel een ziek spannende game. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Als je de video leuk vond, vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen. Zou ik super dope vinden. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.